De Ukrainian PR Army voorziet westerse media van het politiek correcte nieuws. Als Oekraïne één oorlog in het Westen heeft gewonnen, dan is het de propagandaoorlog. De Ukrainian PR Army is binnen het Oekraïnse nieuwsoffensief een invloedrijk instituut en slaagt erin de gehele westerse mainstream media haar informatie vanuit haar narratief te laten verspreiden. Wat weten we? Over de werkwijze en macht van deze organisatie. PR Army presenteert zichzelf op haar website als een onafhankelijke non-profit organisatie van Oekraïnse communicatie-experts die de waarheid over de Russische oorlog tegen Oekraïne delen. Het heeft zichzelf tot doel gesteld: de waarheid in de Russisch-Oekraïnse oorlog te belichten en de leugen te bestrijden. Wereldberoemde critici als Noam Chomsky en geloude journalisten als John Piltje hebben de Oekraïne-oorlog reeds de meest geavanceerde propaganda-oorlog uit de wereldgeschiedenis genoemd. Onderzoeksjournalist Dan Cohen van het alternatieve internetstation Redacted stelt dat de Ukrainian PR-army daarin een cruciale en stuwende rol speelt. In feite wordt het nieuwsnetwerk aangestuurd en betaald door de Oekraïnse overheid en functioneert in nauw overleg met partners in Washington en Brussel. Volgens eigen zeggen voorziet AMI 2200 kranten, magazines en tv-stations met 3000 journalisten in 78 landen van informatie. De redactie maakte tot zover 5500 nieuwsberichten en reportages. Ze produceerden meer dan 8000 berichten op sociale media en bereikten een publiek van 7,3 miljard mensen. Hun berichten en informatie wordt overgenomen in alle grote en gezaghebbende westerse nieuwsmedia. Machtige nieuwsstations zoals BBC, CNN, New York Times, Washington Post, The Guardian en Frans van Quatre behoren tot hun afnemers. Een aantal westerse journalisten noemen PR-Army ook expliciet als bron van hun informatie. De Nederlandse mainstream media verlaat zich grotendeels op informatie, verslaggeving en duiding van de Oekraïnse zijde. Ze nemen informatie en duiding vaak één op één en soms met enige reserve over. In het laatste geval vermeldt men dat de berichtgeving van de Oekraïnse zijde niet geverifieerd kan worden. De informatie van de Russische persbureaus, TAS en Rianovosti, worden door de westerse media alleen meegenomen om de schijn te wekken dat er sprake is van gewogen objectieve juristiek op basis van hoor- en wederhoor. In de praktijk zijn de westerse nieuwsmedia grotendeels het verlengstuk van het Oekraïnse propagandaapparaat. Pia Army presenteert via haar website een handleiding voor westerse journalisten. welke onderwerpen ze kan behandelen, welke informatie daarover beschikbaar is en welke woorden en taal ze daarin het beste kan gebruiken. om politiek correct verslag te doen. Het is bijvoorbeeld correct het woord oorlog te gebruiken en niet het woord crisis of burgeroorlog. Interessant is dat Pia Ami in de westerse media de veelgebruikte term Poetins boor verwerpt. Zij stelt dat een 75% meerderheid van de Russische bevolking verantwoordelijk is voor het 20 jaar lang ondersteunen en financieren van de aanval op Oekraïne. De westerse media heeft duidelijk reserves om haar demonisering van de persoon Poetin nu uit te breiden naar het Russische volk als geheel. En daarmee. Een volgende stap naar verdere escalatie richting de derde wereldoorlog te maken. De Ukrainian PR-army heeft een lange lijst van journalisten, politici en influencers opgesteld die vrijwillig of onbewust Russische propagandanarratieven zouden verspreiden. Elke dag voegt ze nieuwe namen toe. De PR-army. Geeft Westerse Media de mogelijkheid om via haar website potentiële sprekers en commentatoren te checken op hun betrouwbaarheid. Het project is betaald met subsidie van de Amerikaanse overheid. De lijst met mediapersoonlijkheden doet denken aan de dodenlijst van Myra Vorets, is vredestichter. Het Oekraïense onderzoekscentrum voor misdaden tegen de nationale veiligheid. Deze organisatie houdt een min of meer openbare dodenlijst bij. waarop in januari 2022, dus voor de Russische inval. meer dan 187.000 namen stonden die zich kritisch uitlieten over Oekraïne. Op deze alma groeiende lijst staan tevens Westerse journalisten en politici. PR Army werkte onder meer samen met de organisatie Stop Fake, een Oekraïns factcheckbureau dat grotendeels betaald wordt door de Open Society van de Amerikaanse miljardair George Soros. PR Army probeert niet alleen de westerse nieuwsvoorziening te voorzien van haar informatie, maar tevens de Russische nieuwsvoorziening te discrediteren als propaganda. Zo omschrijft hij op haar website als volgt. Dit omvat zowel Russia Today als andere websites die worden gecontroleerd door het Kremlin en niets te maken hebben met echte journalistiek. Ze hebben een achtergrond in het de delen van genocidale retoriek tegen Oekraïners, inclusief proxy-websites voor delen van Russische propaganda in Europa en de wereld. Door ze te citeren, dit legitimeren we ze als een bron van informatie, brengen we pro-Russische retoriek in het discours en versterken we de Russische propaganda. Ach, alles. Wat Pia Abi over de Russen zegt, is op hen zelf van toepassing. Zoals de reeds tijdens de Vietnamoorlog kritische journalist John zich het samenvatte: deze oorlog is een oorlog van propaganda.